De BDS-campagne is dus een campagne voor boycott, desinvestering en sancties, daarom BDS. Dus tegen Israël. Dus de bedoeling is om producten uit Israël te boycotten, om bedrijven die in Israël investeren, om daar geld uit terug te trekken en om sancties te nemen tegen Israël, zodat het internationale rechten zou gaan respecteren. It calls specifically for upholding the three basic rights of the entire Palestinian people. Ending the 1967 occupation, which includes the colonies, the wall, and so on. Number two, ending the system of racial discrimination within Israel, which is essentially a system of apartheid, and I'll explain that a bit in a bit. And the third right is the right of return for refugees. De campagne is eigenlijk begonnen door een oproep van de grootste deel van de Palestijnse organisaties, sociale en culturele organisaties, die gezien hebben dat eigenlijk via de politieke weg en via internationale resoluties wel heel veel gezegd wordt, maar heel weinig dikwijls gedaan. Dat er eigenlijk extra druk moet komen en extra inspanningen om toch tot een oplossing te komen van het Palestijnse probleem. Het is eigenlijk zoals een beetje overal en in alle dossiers, en dat betreur ik ten zeerste, er is heel vaak een verschil tussen woord en daad. In woorden worden er door de ministers van Buitenlandse Zaken, door heel wat landen, door diplomaten, wordt er heel veel lippendienst bewezen aan fundamentele waarden, aan de naleving van de mensenrechten, aan niet-discriminatiebeginsels enzovoorts. Maar als het dan op daden aankomt, dan gaat de macht van het geld heel snel spelen, de macht van het kapitaal. En dan gaat men al dikwijls dus de ogen sluiten om niet te doen wat men eigenlijk zou moeten doen vanuit die serieuze waardenbeleving. Short term has no future. Dexia. De Dexia Bank, die een filiaal heeft in Israël. Dat filiaal dat geld en leningen geeft aan de kolonies, waarmee een kolonische infrastructuur wordt gebouwd, wegen, zwembaden, parken. En waarbij dankzij medewerking van de Israëlische vrijwilligers men heeft kunnen aantonen dat Dexia dit inderdaad financiert en dat voor een serieus bedrag. Vandaar dus dat in België een grote actie gelanceerd is tegen Dexia, waarbij zowel aan klanten van de bank gevraagd is om daar tegen te reageren, aan gemeentebesturen die lid zijn van de gemeentelijke holding, om daar op te reageren. Er zijn heel wat gemeenten waar er moties over gestemd zijn, om te vragen aan Dexia van die activiteit te stoppen. En dus de algemene vergadering van Dexia, 3 jaar achter elkaar, zijn er een aantal militanten naartoe geweest om daar vragen te stellen. Wanneer zal Dexia stoppen met de financiering van de kolonies? Want dat is eigenlijk de finaliteit van onze campagne. De aanpak daarvoor is niet dat we 37 keer dezelfde vraag stellen, maar eigenlijk verschillende redenen aanhalen waarom het niet door de beugel kan voor ons dat een Belgisch bedrijf betrokken is bij die kolonisering. En wordt het eigenlijk, onze aanwezigheid op de AV, een soort van vorming voor de aanwezige aandeelhouders, voor de directie. Nu, op dat moment, dus ook vorig jaar, in 2011, heeft de directie effectief toegegeven dat onder druk van de aandeelhouders, ons activisten dus, wij die aandeelhouders zijn van de Dexia Holding, op zoek zijn gegaan naar een oplossing en zij zien in de verkoop van het lokale filiaal van Dexia Israël de oplossing. Dat was voor ons een eerste kleine overwinning, want tot dan toe heeft Dexia altijd de problemen geminimaliseerd en eigenlijk nooit geen enkel element naar voren geschoven dat ze effectief op zoek zouden zijn voor een oplossing. Dus dat was een kleine overwinning.
Dexia zegt, ja, het is iets dat van vroeger dateert. De bank is in 2000, in Israël is in 2000 gekocht. Het bestuur van vandaag, Jean-Luc Dehaene en Pierre Mariani, zijn pas sinds september 2008 in de bank. Dus het is een probleem van ervoor. Hè? Dus we zaten ermee opgezadeld, wij konden er niks aan doen. Dat was eigenlijk het standpunt. Met de campagne hebben we dan wel kunnen aantonen, door onderzoek in Israël, in het register van leningen enzovoort, dat er nog leningen zijn toegekend tot eind 2009. Dus het argument van de directie dat het een probleem van vroeger zou zijn, waar ze niks mee te maken hebben, hebben we duidelijk onderuit kunnen halen. En we hebben hem dan ook voor een verantwoordelijkheid gesteld. Maar het is wel zo dat we gemerkt hebben dat mensen echt wel verontwaardigd waren op het moment dat ze te horen kregen wat hun bank, wat onze bank, hè, want de bank was ook eigendom van de overheid, of deels eigendom van de overheid die aangelopen was, deed in de bezette gebieden. En zodoende was een element eigenlijk spontaan is opgekomen, waar de mensen spontaan hun rekening zijn beginnen opzeggen. Daar hebben we proberen te kanaliseren naar een extra element om de campagne in de verf te zetten. Als we achteraf kijken, vandaag naar heel de situatie in de bankensector, en je ziet dat er eigenlijk op ethisch vlak geen enkel scrupule is voor een bank, en dan heb ik het over de toxische beleggingen enzovoort, dan moet het ons niet verbazen dat zoiets als investeren in de bezetting ook wordt gedaan. Dus we willen dat ook niet loszien, heel die situatie van de financiering van een kolonisering, los van de algemene politiek die er bij banken gedurende jaren heeft geleefd. You would be very hard pressed to find an Israeli company that is not involved in some way in the occupation or does not have some links to the occupation of Palestine. Perhaps the only exceptions would be maybe corner shops in Tel Aviv. They see the occupation as being good for business, and they've built a whole economy up around this. You know, the European Union is fully aware of this. Yet it tries to give the impression that it doesn't kind of support the Israeli arms industry in any way. But in my opinion, the European Union officials who try to give that impression are lying through their teeth. They're fundamentally dishonest. The four largest suppliers of weapons to Israel in Europe, in the European Union, are Britain, France, Germany, and at number four, Belgium. The Flemish government, the Flemish regional government, has said that it does not give export licenses for weapon sales to Israel in cases where Israel will be the final destination of those exports. However, it does authorize sales of weapons to Israel in cases where the weapons are then going to be sold on by Israel to another country. Oudenaarde, near Ghent, where you were based, there's a company called OIP, OIP Sensors, I think they're called. That company is owned by Elbit, one of the main suppliers of drones used by Israel in its attack against Gaza in November 2012, and of course during Operation Cast Lead in 2008-2009. There's also a company called Barco, which is based in Kortrijk, which according to its own website, features Israel among its clients. My understanding is that company makes screens that are used in Israeli warplanes.
Madryn is Israel's largest grower and exporter of citrus, fruits, and vegetables, and is a leading global supplier of the world-renowned Jaffa brand. With over 8,500 hectares of agricultural holdings, private and shared, Madryn is trusted by many of Europe's best retail chains. Our deep integration in every step of the produce's journey, from the seed to the shelf, offers the greatest produce in the world. A wide selection of juicy citrus under the Jaffa brand. Leading this group are the Ori, the Greatest Easy Peeler, and Sunrise, the Red Grapefruit. Beautiful and tasty vegetables and a huge, colorful selection of fruits. السن ما قدرش يصرف على العيلة ودشر العمل في المستوطنة صرت أشتغل أنا دشرت المدرسة من الصف التاسع ورحت أشتغل مع الإسرائيليين في اليهود مع اليهود أشتغل في الزراعة نجهز للزراعة ونحط نزرع أشكال متعددة من الزراعات المنتجات اللي ننتجها احنا في المستعمرة مثل التمر هذا يصدروه كله وتبرع مثل التمر والعنب والبندورة الشيري والأعشاب بروح فيها تصدير برا مثل أوروبا دول كبيرة We zien nu dus dille, iets dat perfect bij ons groeit. Dit komt uit Israël, vermoedelijk ook weer van de westelijke Jordaanoever en mogelijkerwijze ook door kinderen geteeld, Palestijnse kinderen. Nu even kijken in een andere supermarkt of zij Israëlische producten verkopen die dikwijls ook in bezet gebied geteeld worden. De bestelling met nummer 104 is klaar aan de beenhouwerij. Mango's uit Israël. Verpakt onder een Belgische streepjescode. Hier zien we hummus, een typische Oosterse salade. Vroeger was dit van Sabra, een Israëlisch merk. Nu in de supermarkt zien we een eigen huismerk. In België hebben we het voorbeeld van Delijs, die producten van Sabra had, die kikkererwtenpasta's en auberginepasta's. Dat merk Sabra hebben ze niet meer. We weten niet waarom. Heeft dat te maken met de acties of is het omdat ze diezelfde producten op bij een andere leverancier beter koop kunnen krijgen, ik weet niet, maar misschien heeft het ook dat een invloed gehad op de beslissing van Delijs om die producten niet meer te nemen. Want daarmee was Delijs het warenhuis dat altijd het meeste producten uit Israël in stok had, omdat ze die producten van Sabra, dus die broodsmeersers, altijd hadden, wat de meeste andere warenhuisketens niet hadden uit Israël. Misschien hebben ze daaruit geleerd van, als we minder willen opvallen bij de boycotters, dan moeten we dat product uithandelen. Ik weet het niet gewoon, het is een open vraag. Hier zien we in mijn linkerhand basilicum uit België, verse, en in de rechterhand basilicum uit Israël. Dus de klant heeft de keuze om te kiezen van waar ze het product wensen te hebben. Als de klant vindt dat die producten, dat hij die niet moet hebben, dan kan hij ze gewoon laten liggen in de rekken. Dus als de klant allemaal die producten rekken laat liggen, gaan wij als supermarkt geen producten meer verkopen, want dat is tegen ons principe dat we dingen in de rekken leggen die niemand wil. Dit is Garden Gourmet, een Israëlisch product, vegetarische producten, overal te koop in de supermarkt. Hier is de streepjescode wel correct, 729, maar staat er nergens vermeld uit welk land het komt. Dit is wel degelijk een Israëlisch product.
er is een barcode 729, maar heel dikwijls zie je het niet. Het is wel belangrijk om de mensen de logos van de Israëlische producten te leren en daarom zijn de acties aan de supermarkten belangrijk. Karamel, Jaffa zijn de twee bekendste merken van fruit en groente uit Israël. Al de andere wordt moeilijker omdat die steeds meer en meer kleinere exporteurs in Israël komen met nieuwe namen die zelfs voor ons soms moeilijk te vinden zijn. Ik heb nu wel een paar grote die terug opnieuw opvallen, Mehadrin, maar die zijn pas onlangs echt actief op de markt geworden. Je hebt Ahava, Arava en die hebben allemaal weer hun eigen merkproducten. Een speciale naam per soort product, waardoor het inderdaad niet altijd makkelijk is om Israëlse producten te herkennen. Je moet bijna de doos waar ze in liggen nemen en kijken of de producent of daar Israël bij staat, ofwel die 729 vinden. Going back to my childhood, I mean, I first learned about apartheid in South Africa from a very simple thing from the fact that my mother, one day when I was very young, when we were in a grocery store, she just went up to the woman behind the counter and said, "I'm not buying your oranges because they come from South Africa." This was the first time I'd ever heard, I think it's probably the first time I'd ever even heard of South Africa or heard anything about South Africa. You know, simple things like that helped to spark my own interest in kind of international affairs, you know, I'm sure there are many other people who can point to similar examples of how they have learnt about Palestine or South Africa or other issues of international justice or injustice from very simple gestures like what my mother did. الدنيا حم هان ونجي لما نجهز لنا نحط بلاستيك منه فوق يعني حم فوق حم تصير حرارة درجة الحرارة عالية جدا فات العمل طويل لا يوجد إسرائيلي لا العمل اللي يشتغلون الإسرائيليين طول نهارهم على المكتب 70 يدفعوننا بس في اليوم 70 شيك شافش لا بس 70 شيك لا يعطونا إجازة المرض ولا يعطونا إجازة We weten allemaal dat wat er gebeurt op de westelijke Jordaanoever en die nederzettingen die daar worden ingeplant op totaal illegale wijze. Ik bedoel, daar is geen enkele wet die dat kan rechtvaardigen. Het is een regelrechte bezetting. Het is kolonialisme in de ergste soort. Bijna in de soort van hoe we zelf als Belgische staat met onze kolonie destijds zijn omgegaan. Met vreedheden, met diefstal en inderdaad ook met het tewerkstellen van kinderen op die landbouwbedrijven. Het is iets dat onaanvaardbaar is. الاحتلال احنا بالنسبه للاحتلال شفناه انا من سنه حرب الستة كنت وانا هذاك الوقت عمري 13 سنه او 12 سنه تقريبا هذاك الوقت اني انا شفت اليهود والاحتلال شفته بعيني يعني فمن بعديها ظل الحج الله يرحم الموات كان بيحكي لنا هذا الاحتلال وهذا اليهود وهذا اليهود ظلنا ناخذ ماخذين لمط عن طريق الاختياريه ان هذا اليهود ولم يزل احنا عرفنا اليهود يعني عرفناهم على شكل مزبوط فأنا كنت ساكن يوم من الأيام كنت ساكن في منطقة العوجة الفوقة في سنة 82 أو 85 تقريبا زي هيك صار في عندي هدم هناك من نفس الاحتلال ليش يهدوا هذا الاحتلال؟ يهدوا الاحتلال على أساس أنهم يتوسعوا في المناطق اللي هي
ساكنة فيها البدو أو اللي فيها السكان حتى يأخذوها بزرعوها بقرعوها، لأنهم ما بدهم شعب يظل في هذه المنطقة في منطقة فلسطين كاملة، مش عن يعني عن لا عن فصائل ولا عن عوج، إنه كل. بالنسبة أنا الفصائل أنا سكنت فيها إلى 15 سنة فيها، وأجوني في شهر 6 الماضي هدوا عندي الساعة 8:30 الصبح، فأجوا علينا هنا الصبحيات والولاد رايحين على المدرسة وإحنا رايحين مع الغنم طالعين على الجبال، فما فيش غير النسوان، والنسوان زي تقول عدد قليل يعني اللي هي عائلتي وعائلة أخوي يعني، فأجوا الصبحيات عليهم فقالوا أزلام ما فيش أزلام هنا ما فيش أولاد، إحنا لما شفنا الجبات دشرنا غنم ورجعنا عليهم هنا، وكل واحد مسك برودة ومد علينا بقول وقف هون أو ممنوع تدخل هون على البيت، البيت اللي يقول لك لا روح هون، رحنا غادي هناك اطلع عن النسوان قد الاغراض اللي قدرنا يطلع عنهن، واللي ما قدر يطلع عنهن راحن في الطمم يعني هدموا عليهم طموا عليهم السخول الخرفان اللي جوا البركسات الغنم برضو هدوهن عليهم يعني ما خلوا، الكهرب قطعوها المية قصوها يعني ما خلوش اشي ما خلو اشي، هاي بشهر 6 وشهر برضو كمان رجعوا ردوا علي رجعوا هدوا نفس الكرة يعني بشهر 12 نفس الأول ولا نفس التالي يعني 15 جيب مع جيب مع تعات التنظيم مع جرافة أو جرافتين بيجوا علينا بيجوا معهم سيارات معتقلات مرات التالي هذه يجوا معها سيارات معتقلات من المسكرات هذول أساس إذا سووا ناس مشاغب يأخذوه، فبشهر 3 برضو هدوا بشهر 5 برضو هدوا نفس المحل ونفس العيلة ونفس البيوت، كل ما بهدوا إحنا بنبني كل ما بهدوا إحنا بنبني اللي يجوا علينا بنيين بهدوا. الأرض اللي بياخذوها الإسرائيليين أو الاحتلال بيعملوها مزارع خضراء لهم شخصيا، بيزرعوها بيجيبوها الجرافات بيسهروا فيها وبيجيبوا فيها تراكترات بيجيبوا فيها عمال برضو عرب. والله أشوف المستقبل أنا بالنسبة الوضع العام أشوف المستقبل إن المستقبل كل اليهود علينا متوسرين زي هيك ما فيش إنه مستقبل. When you say Israel is practicing the crime of apartheid, is guilty of the crime of apartheid, people jump and say, are you saying Israel is identical to South Africa? And the answer is no. That sentence by itself, Israel is guilty of the crime of apartheid, does not per se say that Israel is identical to South Africa. Of course they're different. No two oppressor regimes are identical. They're similarities. They're in the same family, if you will, like cousins are. But they're not identical twins. No oppressive regimes are identical twins. But why then, if apartheid does not mean that it's identical to South Africa, why do we call Israel an apartheid state? Apartheid in 1973 was defined as a universal crime by the United Nations. The Convention for the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid was issued in 1973 and went into effect in 1976 by the UN.
it defines the crime of apartheid as such. It says that apartheid means when you have a systematic oppression, legalized, institutionalized oppression by one racial group against another racial group. And racial is defined in the modern sense of racial, not necessarily color, race. And this is exactly what we have in Israel. Israel has privileges, is an ethnocracy, if you will, that gives privileges to its Jewish citizens and that oppresses everyone who is not Jewish, including Palestinians who are citizens of the State of Israel. Although they're citizens, they suffer from discrimination, legalized discrimination, in every domain of life, from land ownership to jobs, to education, to health. In every aspect, Palestinians are discriminated against. And this is not discrimination as what you see in Belgium, let's say, or France, or the United States. You have racism in those countries as well, but it's not legalized. It's not institutionalized the same way. Imagine in Belgium if the parliament says that land ownership in 93% of Belgium is only the privilege of Christians. Non-Christian citizens cannot own land in 93% of Belgium. Just imagine what would happen. This is the case with Israel. Today in Israel, 93% of the land is off limits to non-Jews. It's only for the privilege of Jews. So non-Jewish citizens of the state are second class by law, not by policy, by law. That's the definition of apartheid. Ja, natuurlijk. Ik hoop liever dat een oplossing komt via de dialoog. Hè. Daar zal de meeste mensen waarschijnlijk mee akkoord zijn. Maar waar is de dialoog? Er is er geen. De zogenaamde vredesgesprekken, wat zijn dat? Er zijn er geen. In plaats van de gesprekken te voeren voor de Israël- en bezettingspolitiek, nederzettingspolitiek die nog steeds geactiveerd wordt. Hoe wilt je met iemand die je land bezet en nog actief bezig is om het nog verder te bezetten, gesprekken gaan voeren? Dus de Israëlische regering is minder en minder geneigd om dat soort dingen te doen en houdt zich aan een status quo of nog veel erger, bouwt de bezetting en de nederzetting nog verder uit. Dus er is geen gesprek op dit moment en er is ook geen mogelijk wegens die omstandigheden. Dus moet er naar middelen gezocht worden om Israël verder onder druk te zetten en is een van die mogelijkheden de boycott. Wie Israël bezoekt, wie dan Oost-Jeruzalem bezoekt, wie dan verder reist naar de westelijke Jordaan-oever. En dan om te beginnen die immense muur ziet die men daar gebouwd heeft en aan het bouwen is. Als men dan spreekt met Palestijnen die gejend worden, die geplaagd worden, die het leven wordt moeilijk gemaakt, die het ook economisch onleefbaar wordt gemaakt. Ja, en je komt dan terug in Israël en je gaat praten met Israëlische mensen, met Israëlische politici in de Knesset. En zelfs bij progressieven vind je dan heel weinig... Weinig bereidheid tot echte dialoog, hoewel er, het is nooit zwart-wit, hoewel er natuurlijk ook wel gesprekspartners zijn. Dialogue over what? If a master and a slave claim to have a dialogue, that's hardly a dialogue, because there's a power asymmetry that a priori naturally prevents dialogue from being ethical and from having the potential of reaching an ethical conclusion. If a master and a slave agree that slavery, the institution of slavery, is wrong, is evil, and should be disbanded and ended, and then they have a dialogue how to end it, that's a worthy dialogue. That's possible. But even then, you would need some power symmetry to an extent. But if you have a dialogue between a master and a slave where the master does not even think that slavery is wrong, that's not dialogue. That's not dialogue at all. That's the worst kind of negotiation where the master imposes his or her conditions on the slave, basically. So dialogue between Palestinians and Israelis in the abstract, women groups, youth groups, workers, student groups, whatever, where they sit together to supposedly overcome psychological barriers and traditional hatred and discover common grounds. This is a very European messed up paradigm
We don't have an intrinsic, entrenched, historic hatred of Jews. That's not part of our heritage. That's not who we are. We have a problem with Israel as a colonial apartheid state. We don't have hatred. We don't have psychological barriers. We have an occupation, an apartheid barrier. Remove that, and then all dialogue will be natural. Natural. Doesn't have to be imposed with millions of dollars from European NGOs and governments to put Israelis and Palestinians together and enjoy the scene to assuage the feeling of guilt over the Holocaust. Kritiek op de staat Israël en op het op een aantal keuzes die die staat maakt, als die gerechtvaardigd zijn en gestaafd zijn met feiten, dan moet dat kunnen. Het is al te gemakkelijk te zeggen dat als er kritiek is, dat dat past in een taalgebruik van antisemitisme. Dat is niet zo. Ik denk dat een staat volwassen genoeg moet zijn om kritiek te kunnen slikken, om kritiek te kunnen aanvaarden en dan ook de feiten na te gaan en in eigen hart eens te kijken van kloppen die feiten of kloppen ze niet. Those Europeans who are mostly concerned about the Israeli working class are racist. Are racist. I mean, I have no nicer word to say. They're racist. They're saying we couldn't care less about the Palestinians because they're less human. We care about the Israeli working class because they're European. They're like us. But they're part of the oppressor regime. Okay, not every worker is directly connected, but this society is an oppressor regime. And without boycotting the system, how else can you end oppression? Yes, there's always a price to be paid, of course, and there's no way to avoid that. In any boycott, in any country, why did we all boycott Germany during World War II? Weren't there some innocent Germans who were hurt? Yes, but humanity gained much more by ending the Nazi regime than by just allowing it to continue under the pretense that we want to protect the workers' rights in Germany. Why did the same people who are saying this boycott South Africa? Didn't boycott hurt the South African black community much, much, much more than the white community? Most of the working force in South Africa was black, hardly white. It was predominantly black. So with the closure of factories and the closure of companies and the bankruptcy of institutions in South Africa, blacks were unemployed at a much higher rate than whites. They lost a lot with the boycott. But they still called for the boycott. Europeans were saying, we don't want to boycott because we care about Palestinian interests. Basically, they're saying that we are idiots, that we don't know our best interest, because we're not fully evolved, we're not fully developed species. You know, we're subhuman, so we can't think for ourselves. We don't know our interest. We need white Europeans to tell us what's in our interest. A very colonial attitude, allow us to speak on our behalf. We are average intelligence, we know what we want, and we want BDS. The fact that you have politicians like François Hollande in France and David Cameron in Britain and Barack Obama in the United States speaking out against BDS is an amazing thing. You know, it shows you that these guys are, I mean, if the campaign wasn't having an effect, these guys wouldn't bother saying anything about it. You know, if our governments were prepared to take action, we wouldn't need BDS. But the fact is that our governments are not prepared to take action against Israel, and our governments are actually complicit in Israel's crimes against humanity. That is why, in my view, it's so important to boycott Israel. We kunnen moeilijk een leger sturen naar Hinder. Dus is de enige andere stem en de enige andere kracht die we hebben, is effectief die economische boycott, dat economische sanctieapparaat. Vooral omdat we weten dat Israëli's zijn goede handelaars. Zij kennen de taal van het geld, zij kennen de taal van het kapitaal. En als we ze daar kunnen treffen, dan denk ik dat er mensen zullen opstaan met een geweten en die zullen opkomen tegen wat er gebeurt door hun eigen volk.